Ik ben Etienne. Ik ben, ben vrijwilliger bij deze club en ik doe veel verschillende dingen en je kunt mij eigenlijk voor alles vragen. Ik voetbal niet bij KVV. Ik doe vrijwilligerswerk en als je mij laat voetballen, dan wordt het ook niet echt wat. Ik ben voor 10 jaar geleden was een vriend van mij aan het voetballen en die vroeg van kom eens een keer kijken bij mij. En daarna ben ik eigenlijk betrokken geraakt bij de club met veel verschillende vrijwilligerstaken. Bindend, gezellig, passie. Wat ik het leukste vind aan RKV is de gezelligheid en het samen zijn met de medebezoekers van de RKVV. Wat ik het meest heb gemist is de invulling van de zondagen. Want normaal was ik hele zondagen compleet weg. En nu moet ik mijn eigen zondag gaan invullen. De mensen die nog geen lid zijn van HVV en een keuze overwegen om lid te worden, zou ik zeggen, kom een keer hier kijken. Doe mee met de proeftraining. Je bent altijd welkom. Ik vind dat RKV een open club is en dat iedereen hier welkom zou moeten zijn. En ik denk ook dat iedereen hier welkom is. Ik heb nog wel een kleine toevoeging. De toevoeging is, een club draait niet alleen, kan niet alleen draaien op de vaste vrijwilligers die er al zijn. En het werkt niet zo van, ik maak mijn kind lid bij een vereniging en ouders kunnen achteruit gaan leunen in de stoel thuis. We hebben echt hard vrijwilligers nodig, anders dan kunnen we de club echt niet draaiend houden.